Zodra we donderdag open waren gegaan, al die blije gezichten, daar doe je het voor. Heerlijk. De Siberische kou weerhoudt schaatsliefhebbers er niet van om in grote getalen naar natuurijsbaan Nova Zembla te komen. Op 1 maart bestond IJsclub Nova Zembla 138 jaar. En op die dag ging de ijsbaan voor het eerst open deze winter. Januari 2013 was het voor het laatst. Dus het was wel een speciale dag om open te kunnen dan. Koek en Sopie. Ze zeggen Sopie is een verbasterd woord van soapje, soap. En dat is een borrel of een drink. Dus koek en een drink. Koek en een borrel. Daar komt het vandaan. Natuurreis buiten. Genieten met de elementen. Zon, licht, wind. Heerlijk. Ik vind het wel gewoon fijn om gewoon lekker even te schaten. Want dan kan je gewoon naar jezelf zijn en lekker snel, maar kan ook langzaam. Het is uniek, want dit gebeurt niet zo vaak. En de straatbaan kan je gewoon vaker heen gaan. Dat je vreselijk moet opletten dat je niet constant op je valt. Dat is het verschil. En ja, de kou, de wind. Het is gewoon net even anders. Het is echt ijspret. En op de ijsbaan ben je echt rondjes aan het schaatsen. Dat is het verschil. We willen gewoon een beetje lol maken. En buiten bij de natuur zijn in plaats van binnen in een hal.